7900 euro in Europa's langste race. Mooi moment om nog even een woord van dank te richten aan alle sponsoren die deze dag ook achter gesloten deuren mogelijk hebben gemaakt. We hebben genoten van topsport en we hebben het allermooiste bewaard voor het laatst. En u heeft ook nog wat aan uw zondagmiddag. Kortom, een hoop positiviteit, dat zeker. En we gaan ons opmaken voor de start. Vlag omhoog. En de vlag naar beneden, dan zijn we onderweg. We gaan op weg naar de laatste ronde en daar komt nu de aanval van Felicio de Jomax op de koploper. Fakir Oldersson, Fakir wordt wakker, maar kan hem net niet pareren voor de bocht. Felicio de Jomax aan de kop, Fakir Oldersson 2. Er wordt voluit gesprint en dat na 4 kilometer koers. Aan de binnenzijde gaat Gabor Reis nog altijd geweldig mee in dit geweld. En komt aan de buitenzijde Viking Dorion naar voren. Achter Viking Dorion aan de buitenzijde Argence de Gel. Die passeert zowaar paarden. Dat is een geweldige trainersprestatie van Sjaak Snoek. En we zijn inmiddels halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. En kijk naar Argence de Gel met zijn speed. Komt hij in het buitenste spoor. Proberen wat meters goed te maken. Maar voor het veld uit is het Felicio de Jomax. Die heeft een gezonde voorsprong opgebouwd. Vakir Oldersson op plek 2. Daarachter aan de buitenzijde Argence. Daartussendoor Viking Dorion. Maar ze komen niet dichterbij hoor. Het is nog altijd aan kop van het veld die Felicio de Jomax. Nu zet hij toch nog een keer de tanden op elkaar die de vlieger. Met zijn Fakir Oldersson. En loopt hij weer naar de kar van Tommy toe. Maar het is de tweestrijd tussen de twee favorieten. Felicio de Jomax. Hij moest wel op gaan rijden. Meesterzet van Kooijman. Eén keer zelf nadenken en het werkt ook. De 6 wint voor de 5. Dan de 8 of de 7, de 7 of de 8. De aankomstrechter heeft het laatste woord. Ja, uw favoriet maakt het volledig waar. Felicio de Jomax, een 5-jarige vosruimde Rodrigo Jet uit Jaliza, Frans gefokt. Bezit van stal PD, Bas Krebas, de trainer Tom Kooijman, de winnende piqueur. En kijk eens aan, daar komt hij aan na 4,5 kilometer. Een applausje vanaf de zijlijn. Wat een mooie winnaar, Felicio de Jomax. We schrijven hem bij op de roemruchte erelijst van Europa's langste race. En we krijgen een duim voor de winnaars. We kunnen overgaan tot het huldigen van de winnaars van de CA, de Grootgroep BV. 4,5 kilometer van Alkmaar, Tom Kooijman en Felicio de Jomax. Prachtige sierdeken van de CA, de Grootgroep, hangt er inmiddels overheen. Tom geeft zijn helm even af aan Bas Krebas om uiteraard een bekeuring te voorkomen. Felicitaties voor Tom Kooijman. Hij geeft de lijn even af aan de trainer. Die zullen we zo dadelijk ook nog eventjes aan de tand voelen. Ja, Tom, je zou wachten tot de laatste ronde, maar dat kon niet natuurlijk. Hè? Nou, ik denk op een gegeven moment kunnen we afstappen. Kunnen we de check nog een haartje korter doen of zo. Maar Rob heeft ook gelijk. Kijk, ik heb het beste paard. Rob heeft de tweede op één naar de beste. En ja, hij krijgt de kop. Ja, dan weet je, dan gaan we 5 banen boemelen. En hij wordt niet druk en hij wordt niet nerveus. En op een gegeven moment ga je er een beetje naast rijden. Maar het tempo gaat niet omhoog. Ik ging geen druk zetten, alleen niet even een klein beetje. Dus de gas werd er gegeven vanaf? Ja. Dit kleine stukje voor de tribune, een ronde voor het eind. Dat was het snelste moment. Je had de hele weg door dat het ging gebeuren vanaf daar? Nou, dat had ik 3 weken geleden al dat het ging gebeuren. Bas twijfelde nog een beetje over die extra kilometer. Maar weet je wat is er hier? Bas traint. Ik rij alleen maar. Ik zeg, ja, je hebt een kort lucht. Geef ik hem de schuld. Makkelijk voor mij. Je hebt een mooi Alkmaar jaar zo. Ik heb sowieso een mooi jaar. Dat is het belangrijkste. We gaan Tom zo dadelijk weer herenigen met Felicio de Jomax. Kees, prachtige koers geworden uiteindelijk nog? Ja, uiteindelijk wel. Het is altijd even afwachten, maar het was even goed nog mooie laatste 2 rondes. Fantastisch. Het blijft een spektakelstuk. Absoluut, absoluut. Mooie winnaar? Ja, nee, terechte winnaar denk ik. En ook naar de laatste keer dat hij hier zo overtuigend won, zat het er ook wel in. Maar je moet het wel waarmaken en dat heeft hij meer als goed gedaan, denk ik. Ja, dat heb jij ook gedaan als initiator van deze dag. Waarvoor dank. We gaan Felicio erbij halen, zodat de laatste foto's van vandaag gemaakt kunnen gaan worden. 4,5 kilometer dag zonder publiek is tot een einde gekomen. En ja, we kunnen slechts hopen dat volgend jaar alles weer bij het oude zal zijn. Maar ja, dat hebben we al eerder gehoopt. En toen ging het toch weer falikant mis. Dus we hopen maar nergens meer op. Dan kan het alleen maar meevallen. Bas, gefeliciteerd.
genoten vanaf de zijkant? Ja, super. En ik was blij dat Tom heen. Ik denk, bijna moet ik op de baan oplopen, want het ging zo langzaam dat hij maar moest rijden. Maar de hek hem voor hem, ik de super beslissing maakte die. Nee, blij met mensen, dieren en iedereen op stal die er heel hard aan werkt. Super tevreden. Want we zeggen het een beetje gekscherend, hij doet alles wat jij wil, maar hij heeft toch wel de vrijheid om ook eventueel een keer wat anders te bedenken. Ja, natuurlijk. En dat doet hij vandaag. Maar kijk, je bespreekt het wel een beetje in hoofdlijn hoe je het hebben wil. Hè? Zo is het wel, want je weet niet dat je gelijk moet aanvallen. Dat moet in dit geval niet over die lange afstand. Maar op een gegeven moment moet je wel als ze zo langs zou gaan. Nou, hij deed precies goed. Wat is je plan met het paard? Ik weet nog niet wat zijn volgende koers. Geen idee. Hij kent naar Vincent, ik ken overal naartoe naar Straatsburg. Maar ik denk dat die eerste even 14 jaar niet loopt. Dat lijkt me wel leuk. Heeft hij wel verdiend? Ja, super. Zo blij met dit paard. Bas is blij met hem en dan is Peter Delis dat ongetwijfeld thuis ook namens Stal PD, de eigenaar en winnaar van de CR de Grootgroep EV. 4,5 kilometer van Alkmaar. Kunt u de handen, dames en heren, want er zijn er toch een paar hoor. Een paar met oranje hesjes. Doe het voor Tom. Hij wint hier met Felicio du Jomax. Vlag omhoog. En de vlag naar beneden. Dan zijn we onderweg. En het is aan de binnenzijde Gabor Reis die het veld op sleeptouw neemt. Maar er komt al wat reactie in het veld. Kijk, dat bedoel ik. De vlieger. Die is er als de kippen bij om zo dadelijk naar de leiding te snellen met zijn Fakir Oldersom. En Gabor Reis aan de binnenzijde zal toch wel genegen zijn om Fakir voorbij te laten. Daarachter komt dan de andere troef van de stal Krebas mee naar voren. En dat is Golden Avenue. Maar die wordt nog voorafgegaan door Evendi de Plessis. En zo wordt er even overlegd aan de kop van het veld. Gaat zo dadelijk die ingezet worden. Ligt Kooijman inderdaad op de allerlaatste plaats. En Felicio de Jomax er wel al zin in hoor. Zwiebert wat met de staart. Voelt zich fris en fruitig. Met nog 6 rondes te gaan is het Fakir Oldersom aan de kop. En er is een enorm gat ontstaan tussen de twee favorieten. En als hij dan zo dadelijk ook nog een stukje 25 mag gaan rijden, dan wordt het toch een hele zware klus voor de favoriet. Maar we gaan het zien. Zover is het nog lang niet. Paarden passeren de Green Arts Productions bocht en komen weer aan de overzijde van de baan. En we gaan eens even kijken naar de volgorde in deze 4,5 kilometer. Het is aan de kop van het veld Fakir Oldersom met een lengte op Gabor Reis. En daarachter is er dan aan de binnenzijde Evendi du Plessis. Achter deze paarden hebben we dan aan de binnenzijde Golden Avenue. En achter Golden Avenue Bo Sprengers met haar Doc Holiday. Achter Doc Holiday komt dan door paards nummer 8 Viking Dorion. Die weer op een lengte wordt gevolgd door Argent Stegel. En aansluiting is er voor Felicio de Jomax. Die heeft nog altijd de laatste positie in handen en we komen allemaal achter elkaar op weg naar de rechte lijn voor de tribune met Fakir Oldersom. Kan het dan, mag het dan vandaag gebeuren in deze koers? Het zou een fantastische zijn, 5 rondes te gaan, een van de beste stayers van Nederland, wordt gevolgd door Gabor Reis. Voor Gabor is dit helemaal nieuw, deze lange afstand, maar wie weet is hij ervoor in de wieg gelegd. Geldt ook voor Evendi du Plessis op de derde plaats, die kan dat wel hoor, dat heeft hij al bewezen. Wordt gevolgd door Golden Avenue, voor hem wel nieuw terrein. Daarachter dan die Doc Holiday, die weer op een lengte gevolgd wordt door Viking Dorion. Dan Argent Stegel en nog altijd op de laatste plaats. Conform de afspraak. En je kan Kooijman op een afspraak sturen met Felicio de Jomax. Op weg naar de volgende bocht. Dan hebben we het over de Boco Stables bocht. En het is aan kop van het veld Fakir Oldersom met een lengte op de tweede plaats erachter Gabor Reis. Alle deelnemers kunnen uiteraard nog makkelijk volgen. Het gaat niet hard. En op de derde plaats is het dan Evendi du Plessis. Ik ben ongelooflijk nieuwsgierig welke deelnemer toch als eerste de knuppel in het hoenderhok gaat gooien om wat te proberen. Het is aan kop van het veld. Nog altijd Fakir Oldersom. Moet dat nog 4 rondes vol zien te houden. Heeft een lengte voor op Gabor Reis. Dan Evendi du Plessis. Op de vierde plaats is er dan Golden Avenue, die op een lengte wordt gevolgd door Doc Holiday. Achter Doc Holiday, Viking Dorion, met op een lengte dan Argent Stegel, een korte baner in de 4,5 kilometer. Zou dat een sprookje zijn? En aansluiting is er daarachter nog altijd voor die Felicio de Jomax. Aan kop van het veld dus, Tielevis, middels hun Fakir Oldersom. Een koers die ze heel erg graag willen winnen. Heeft de leiding. Op de tweede plaats hebben we dan aan de binnenzijde Gabor Reis van heer Beemsterboer. Hij ligt daar op de tweede plaats met in derde stelling Ilke Kruis, Evendi du Plessis. Ilke, een man die deze koers met Gazzo Squatter, meen ik, meerdere keren heeft weten te winnen. Dan Dennis Minema. Hij rijdt zijn eigen Golden Avenue. Er werd ooit eens geld geboden voor het paard vanuit België, maar uiteindelijk niet afgenomen. En daarna heeft hij nog verschrikkelijk veel verdiend.
Dennis is er absoluut niet rouwig om met zijn familie. Daarachter is dan aan de binnenzijde Boosprengers, Stalmeijer, Van Assem. Zij gaan hier mee op het avontuur met hun Doc Holliday, de alleskunner. En die wordt dan gevolgd door Chris de Koning, onze Belgische vriend. En fan van de Nederlandse koersen, fan ook van Ruud Pols. Hij heeft zijn Viking Dorion in de strijd. Er wordt op een lengte gevolgd door Argence de Gel. Stal de Groningers, ook vertegenwoordigd in Europa's langste race. Grote vrienden van de korte baan. Maar hier vandaag toch echt met Argence de Gel over 4,5 kilometer. En dan is het Felicio de Jomax. Ik dacht het al hoor. Het kan bijna niet dat hij gaat wachten, Tommy. Hij moet een keer wat ondernemen. Want de vlieger heeft het veld in slaap gezust. En dus doet hij het iets eerder dan afgesproken. Maar hij kan niet anders. En dat typeert Tom. Hij is natuurlijk wel een catchdriver van naam. En hij gaat aan de buitenzijde op jacht naar de voorste gelederen. Komt langzaam maar zeker naar voren. Op deze manier kost het nog niet zoveel kracht. En krijgt hij in de rug Ruud Pols mee met Viking Dorion. Zou toch ook een prachtige winnaar zijn voor de stalhettering. Argence de Gel gaat naar het tweede spoor. We hebben er even op moeten wachten. Maar de CA, de grootgroep BV, 4,5 kilometer van Alkmaar, is van start gegaan. Met nog twee volledige rondes te gaan. Aan kop van het veld Fakir Oldersom. Tweede plaats Gabor Reis. Aan de buitenzijde Felicio de Jomax. Die zit er schuin naast. Wordt op een lengte gevolgd door Viking Dorion. Achter Viking Dorion volgt dan aan de binnenzijde Evendi Duplessis. Met dichterbij het nummer 4 van Golden Avenue. Buitenzijde Argence de Gel. En aansluiting is er nog voor Doc Holliday. Die boogsprenger zit gewoon met de handen vol. Hè. Ze zitten allemaal nog met de handen vol. Er is onderweg niet hard gelopen. Het barenkoor van Ortaluce gaat onder geen beding in het gevaar komen. En we hebben nog altijd aan kop van het veld Fakir Oldersom. Aan de buitenzijde Felicio de Jomax wel wat extra meters moeten lopen. En een hoop zelf moeten doen. En Bas was bang voor die extra kilometer. We gaan zien of Tom de goede beslissing heeft genomen. Achteraan blijven hangen. Dat was ook geen optie. En zo dadelijk gaat het spel op de wagen. Lut heeft bordje 1 in de hand. We gaan op weg naar de laatste ronde. En daar komt nu de aanval van Felicio de Jomax op de koploper. Fakir Oldersom. Fakir wordt wakker. Maar kan hem net niet pareren voor de bocht. Felicio de Jomax aan de kop. Fakir Oldersom 2. Er wordt voluit gesprint. En dat naar 4 kilometer koers. Aan de binnenzijde gaat Gabor Reis nog altijd geweldig mee in dit geweld. En komt aan de buitenzijde Viking Dorion naar voren. Achter Viking Dorion aan de buitenzijde Argence de Gel. Die passeert zowaar paarden. Dat is een geweldige trainersprestatie van Sjaak Snoek. En we zijn inmiddels halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. En kijk naar Argence de Gel. Met zijn speed komt hij in het buitenste spoor. Proberen wat meters goed te maken. Maar voor het veld uit is het Felicio de Jomax. Die heeft een gezonde voorsprong opgebouwd. Fakir Oldersom op plek 2. Daarachter aan de buitenzijde Argence de Gel. Daartussendoor Viking Dorion. Maar ze komen niet dichterbij hoor. Het is nog altijd aan kop van het veld die Felicio de Jomax. Nu zet hij toch nog een keer de tanden op elkaar, die de vlieger. Met zijn Fakir Oldersom. En loopt hij weer naar de kar van Tommy toe. Maar het is de tweestrijd tussen de twee favorieten. Felicio de Jomax. Hij moest wel op gaan rijden. Meesterzet van Kooijman. Eén keer zelf nadenken en het werkt ook. De 6 wint voor de 5. Dan de 8 of de 7, de 7 of de 8. De aankomstrechter heeft het laatste woord.